Onlangs kwamen we tijdens de surveillance een kenteken tegen waar we in een eerdere uitzending ook al eens mee te maken hadden. Het Duitse Kurzzeit-kenzeichen. Toen bleven we een beetje met een open einde zitten. Wat was er nou aan de hand met die kentekens? Reden om er nu maar weer eens opnieuw in te duiken. En de aanleiding ervoor was een voorval in Twente, waarbij een bestuurder betrokken was met een auto voorzien van een Kurzzeit-kenzeichen. Hier is toch allemaal... Die zo even aanspreken. Maar die meneer mag hier niet komen. Spreken ze Duits? Nee. Aus Rusland? Oekraïne. Oekraïne. Wo komt der her? Gekauft in Duitsland? Und mitgenommen nach Holland? Nein. Verkauf gelbe Schilde. Oh, verkauft. Sand. Oh, das ist schön. Wir werden mal anrufen mit. Mijn vraag is. Dat Kurzzeit-kenteken wat erop zit. Had meneer dat zelf bij zich of heeft u hem dat verkocht? Maar volgens mij moet er toch op een Nederlandse auto een Nederlands uitvoerkenteken, of niet? Deze meneer heeft gewoon een probleem. Maar als ik u was, zou ik daar maar mee stoppen. Want uiteindelijk zet u iemand aan, of de vervoer over de weg, met kentekenplaten die niet in Nederland toegestaan zijn. Maar wij wilden toch nog even iets dieper graven als u het niet erg vindt. En als wij daarvoor gaan zitten, berg je dan maar. Als eerste gingen we nog even terug naar de noodzaak van het hebben van een geldig kenteken op een voertuig. In Nederland gaan daarover het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Kentekens zijn bedoeld om auto's te registreren, centraal register. Het is een koppeling van gegevens van de auto aan de eigenaar. Er zijn bij elkaar de verschillende categorieën circa 8 miljoen voertuigen. Die rijden dagelijks op de weg. Nou, als er ongelukken gebeuren, als je te hard rijdt. Personen die eventueel niet verzekerd zijn of mensen wel met een geldig rijbewijs in een voertuig rijden en dergelijke. Dus voor een ordelijk, veilig wegverkeer is het belangrijk dat er één centrale registratie is. Dat geldt dus voor de Nederlandse kentekens. Dan nu naar de kentekens waar we over struikelden. Als eerste kwam boven water dat er niet één, maar twee Duitse kentekens zijn die een vergelijkbaar doel dienen. Daar begint de verwarring dus al. Je hebt het kenteken dat we zagen met de gele balk erin. Maar er is ook nog een variant met een rode balk erin. Eerst kijken we naar het kenteken met de gele balk, het zogenaamde Kurzzeit-kenzeichen. Moeilijk woord. Dat was tenslotte de aanleiding om er weer mee bezig te gaan. Dit is een Duits kenteken, wat uitgegeven wordt door zeg maar onze collega's uit Duitsland, KBA, die dat doet. Zeg maar de Duitse RDW. Ja. Ik wil jullie een Kurzzeit-kenzeichen aanvragen. En brauchen Sie Ihre Identitätskarte? Het voldoet niet aan de definities en de eisen die wij stellen in de Europese richtlijnen. Daarom mag je er ook niet mee rijden in Nederland. De bedrijven die in Nederland de Kurzzeit-kenzeichens leveren, zijn het niet eens met de RDW. Ja, dat wordt gesuggereerd door de autoriteiten dat deze kentekens niet geldig zouden zijn op Nederlands grondgebied. Iets wat pertinent onjuist is. Wij hebben een schrijver gekregen van de Duitse staatssecretaris. Waar hij duidelijk in aangeeft dat een breder doel wordt beoogd met het Kurzzeit-kenzeichen. En het kenteken volgens de mededeling van de Europese Commissie ingezet kan worden in andere Europese lidstaten. En dat is uiteraard weer tegen het zere been van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Want de hoofdregel is dat iemand die in Nederland woont geen gebruik mag maken van een auto met een buitenlands kenteken in Nederland. Een Kurzzeit-kenzeichen is een buitenlands kenteken, dus dat mag niet. Essentieel voor het toestaan van het Kurzzeit-kenzeichen op de Nederlandse weg is dat de auto, het gaat om een Duitse auto, een Duits kenteken, in Duitsland gekentekend is. Dus niet dat die plaat in Nederland opgeschroefd is, dat is een belangrijke. En de tweede is dat die dus niet door een Nederlander wordt gereden. Ze wonen in Duitsland. En ze hebben, het is een Duitses vaartuig. Ja. Dan is het erlaubt. Ja, bis heute, 12 Uhr. Ja, 12 uur, om nog met dieses kenzeichen te fahren. Nou, dat is dus volkomen helder en eenduidig. Nederland zegt, je mag wel met een Kurzzeit-kenzeichen in Nederland rijden, maar alleen als je geen Nederlander bent. Wij hebben de wetten die daarop betrekking hebben doorgespit, maar konden niet ontdekken waar expliciet staat aangegeven dat je als Nederlander in Nederland niet met een buitenlands kenteken mag rijden. En we begrijpen best dat de overheid liever niet wil dat bekend wordt, want dat heeft nogal wat gevolgen voor de staatskas. Voor de zekerheid gingen we ook nog even langs bij de Duitse instantie die de Kurzzeit-kenzeichens uitgeeft. Wat zegt men er daarvan?
Also das Kurzzeitkennzeichen kann grundsätzlich jeder bekommen, der einen Bedarf dafür hat. Das Kurzzeitkennzeichen ist gültig für eine Länge von 5 Tagen, ist für Überführungs- und auch vielleicht für sonstige Wege notwendig, zur Straßenverkehrsbehörde, zum TÜV, wie auch immer. Und das Wesentliche dabei ist, für das Kurzkennzeichen brauche ich keine Bescheinigung des technischen Überwachungsvereins. Sie sagen, jedermann kann das kaufen. Jedermann in Deutschland, jeder Deutsche oder auch Ausländer? Nein, auch jeder Ausländer kann das kaufen. Und das Wichtige dabei ist allerdings, dass dieses Kurzzeitkennzeichen nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit besitzt. Damit rüber zum Schildermacher, die Kennzeichen holen. Mhm. Natürlich gibt es auch hier wie immer 2 Ausnahmen. Und zwar ist ein Abkommen geschlossen worden mit Österreich und mit Dänemark. Aber für die Niederlande ist es wichtig zu wissen, dieses Kurzzeitkennzeichen hat keine Gültigkeit in den Niederlanden. Niemals? Nein. Maar wij konden in Nederland dus gewoon een Duits kurzzeitkennzeichen kopen. Volgens de verkoper volkomen legaal. Ja, tot ziens. Dat is in der Tat een probleem, sag ik maar. Ik kan jetzt natuurlijk nur voor die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Kleve sprechen. En die Dinge, die das Ministerium, das zuständige Ministerium hier in Nordrhein-Westfalen, den hiesigen Straßenverkehrsbehörden an die Hand gibt. Und das sind ganz klare Regelungen, die sagen, dass auch bei einem Kurzzeitkennzeichen nachgeprüft werden muss, ist ein Bedarf dafür da. Das heißt also, wir stellen das dadurch sicher, dass wir in diesem Fahrzeugschein die Identnummer des Fahrzeuges eintragen, um sicherzustellen, dass dieses Kennzeichen nur für dieses Fahrzeug Gültigkeit hat. Also ein Kennzeichen ohne Auto dazu sollte es nicht geben. Genau so ist es. Genauso ist es. Gibt es aber doch. Es scheint, und das sieht man auch an den ersten beiden Buchstaben, es ist ein Ort, der wohl nicht in Nordrhein-Westfalen liegt. Es scheint so, dass die Straßenverkehrsbehörden in Deutschland das teilweise unterschiedlich nicht beurteilen, aber unterschiedlich handhaben. Das heißt, dass man da wohl nicht diese Prüfung mit der Fahrzeugidentnummer vornimmt und es insofern zur Ausstellung von Fahrzeugscheinen für Kurzzeitkennzeichen kommt, die diese Nummer in diesem Bereich nicht eingetragen haben. Und das kann natürlich zu Missbrauch führen. Denn darüber reden wir dann, wenn in Holland diese Kennzeichen verkauft werden und wenn man in Holland damit fährt. So ist es, und ich denke, da tut sich keiner einen Gefallen mit, wenn er sich darüber dieses Kennzeichen besorgt. De RDW die mag namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat enkel en alleen de Nederlandse voertuigdocumentatie afgeven. Wij brengen dus andere kentekens op de markt in Nederland. Zoals bijvoorbeeld het kurzzeitkenteken. In verhouding is dat wat goedkoper dan het Nederlandse uitvoerkenteken. Sneller verkrijgbaar, dus kiest men over het algemeen vaker voor dit product. Het faciliteren van de aanschaf van een kurzzeitkenteken is geen strafbaar feit. Het verkeerde gedrag is pas, kan niet in orde zijn. Dat is op het moment dat hij in Nederland op een auto wordt geschroefd, met uitsluitende bedoeling om Nederlandse regelgeving te ontduiken. Ja, sorry voor het muggenziften, maar volgens ons is er toch een fundamenteel verschil tussen of iets expliciet verboden is, of dat de overheid van mening is dat iets niet de bedoeling is. Resumerend. Volgens de Duitse plaatselijke overheid mag je met een kurzzeitkennzeichen hoe dan ook niet in Nederland rijden. De landelijke overheid in Duitsland vindt dan weer dat dat wel mag. En de Nederlandse overheid vindt weer van niet. Maar we zijn er nog niet. Er is ook nog een Duits tijdelijk kenteken met een rode balk erin. Wat moeten we daar nou weer mee? Naast dit Kurzzeitkenteken hebben de Duitsers wel een officieel exportkenteken. Met dat exportkenteken mag je wel over de weg rijden om hem hier te laten invoeren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het exportkenteken dat wij hanteren voor Nederlandse auto's die naar het buitenland gaan. Dat is een zogenanntes Ausfuhrkennzeichen. En dieses Kennzeichen met dem roten Balken wird in allen Ländern anerkannt. En is von daher auch zugelassen. En es sollte auch nirgendwo, in keinem Ausland, damit Probleme geben. Dieses Kennzeichen wird für eine Dauer im Regelfall bis zu 3 Monaten ausgestellt. In Ausnahmefällen, das muss dann aber auch nachgewiesen werden, bis zu 1 Jahr. Okay, super. Und das ist gültig für ein deutsches Fahrzeug mit einem deutschen Fahrer oder holländischen Fahrer? Auch das ist völlig gleich, welches Fahrzeug, welcher Fahrzeugtyp es ist und wer der Fahrer oder Halter dieses Fahrzeuges ist.
Also auch für Ausländer wie Holländer. Selbstverständlich. Dat exportkenteken heeft een vergelijkbare betekenis als het Kurzzeitkennzeichen. Is bedoeld voor, als je daarmee naar Nederland wilt rijden, voor niet in Nederland wonende burgers. Want immers, je mag niet met een buitenlands kenteken in Nederland rijden. En dus is het bedoeld voor handelaren en intermediaire figuren die die auto van Duitsland naar Nederland willen brengen. Exporteren. Conclusie. U hoort de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat elkaar tegenspreken. Maar het lijkt erop dat je met een Duits uitvoerkenteken, dus niet deze, maar het exemplaar met de rode rand, wel degelijk in Nederland mag rijden. Ook als Nederlander. We hebben dat in ons programma trouwens ook al eens bij de hand gehad, weet u nog wel? Want een Duits kenteken, ik neem aan dat u ergens in Duitsland werkt of niet? Nee, het moet eigenlijk ingevoerd worden. Ik was net mee onderweg. Dit kent dus helemaal niet. Enfin, we hadden ons ten doel gesteld om nu eens duidelijkheid te scheppen. En die duidelijkheid bestaat er dus uit dat het onduidelijk is. Overheden in binnen- en buitenland spreken elkaar tegen. En van een Europese eenheid is op het gebied van dit soort kentekens nog geen sprake. Wordt vervolgd.